Een rutje is vanmiddag 4:30. Hoe liep Nebojša Gudelj het gebouw uit? Dat weet ik niet. Wij zijn bij hem geweest. Hij zat in Zundert. Dus we zijn naar Zundert geweest. En daar hebben we een gesprek gehad ten aanzien van de beëindiging van zijn trainersloopbaan bij NAC op dit moment. Dus, nou, laat ik het anders vertellen. Hoe reed hij Zundert uit? Ook niet, wij zijn weggereden. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hoe is dat gesprek geëindigd? Nou, op zich goed. Het was in die zin een open gesprek. We hebben natuurlijk al meer contact gehad deze week met elkaar, et cetera. Uiteindelijk hadden we afspraak om maandagmiddag bij elkaar te komen. En vanmiddag hebben we uiteindelijk besloten toch er een eind aan te breien. En Nebo op non-actief te stellen. Dat is gewoon een rot beslissing. Tenminste, hij is wel overwogen genomen. En, ja, dat hebben we medegedeeld en dat valt toch wel rauw op zijn dak. Anderzijds, we hebben het lang genoeg van tevoren besproken met allerlei mogelijkheden. En ik moet zeggen dat hij het heel goed opving, opnam. Maar dat had ik eigenlijk ook wel van Nebo ergens wel weer verwacht. Ondanks dat het een probleem is. Ja, dan zit je nog tijd te praten wat je voor elkaar zou kunnen betekenen. En dan ga je eigenlijk redelijk goed uit elkaar. Had dit gesprek in de zomer niet al plaats moeten vinden? Nee, ik vind van niet. Als je kijkt naar de spelersgroep die we verleden jaren hadden, daar sluit je mee af. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de mogelijkheden die we hadden, die zijn financieel beperkt. Maar tegelijkertijd denk ik dat we gewoon een goede spelersselectie hebben kunnen samenstellen met transfervrije jongens. Dat is wel een voorwaarde waar we mee zitten. Ja, hadden we wel de verwachting dat we meer en beter en aanvallender zouden voetballen dan dat we de laatste weken gebracht hebben. Nou was het verhaal al dat er minder draagvlak in ieder geval voor Gudelj ook binnen de spelersgroep bestond. Ook in die zomer toch kreeg hij de hand om die selectie samen te stellen. Is dat een wijs besluit geweest toen? Nou, hij kreeg niet de hand om een selectie samen te stellen. Dat doe je in overleg. Hè. Je komt zelf met een aantal spelers die haalbaar zouden moeten zijn. Nou, sommige lukken wel, sommige lukken niet. En sommige, als daar de jongen die zou willen hebben dat het niet lukt, dan ga je naar andere jongens kijken. Waar jij op doelt is dat er op het laatst wat jongens van het buitenland bij zijn gekomen. De kennissenkring van Nebo, dan wordt dat aangerekend. Maar tegelijkertijd zijn het allemaal gewoon goede jongens waar we uitstekend mee kunnen voetballen. Dat is niet echt Nebo gerelateerd. Het is zeg maar zoals het loopt. Hoe lang is dit besluit opgeschoven? Is dit pas na de wedstrijd tegen Heracles boven komen drijven? Nou, nog later eigenlijk. Direct na de wedstrijd tegen Heracles hebben we uitgebreid met elkaar gesproken hoe dat nou kan. Dat er zo laks en zo mat en zo tam gevoetbald wordt. En dat we dat absoluut niet gewend zijn. En dat ook eigenlijk ook niet kan. Nou, dan heb je zondag, maandag vrij. En dan dinsdag ga je eens kijken hoe het is. En dan blijkt eigenlijk dat het steeds moeilijker wordt en moeilijker wordt. En dat toetsen. We zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. En we hebben meerdere geledingen binnen de club gesproken. En dat is van hoog tot laag. En uiteindelijk vrijdag, zaterdag en zondag, maandag zouden we terugkomen. En maandagmiddag is de beslissing gevallen. Maar waar wringt hem de schoen? Is dat in de zomer dat er misschien al ingegrepen had moeten worden? Is dat geen draagvlak meer in de spelersgroep? Of is het de schuld van de trainer dan? Nee, maar ik denk dat er geen draagvlak in de spelersgroep. Ik denk van de zomer hadden we een andere spelersgroep. Hè. We hebben afgelopen jaar 10-11 aflopende contracten. Die hebben we niet verlengd. Nou, dat moet je vervangen. Dat is uiteindelijk met de 8-9 jongens zijn er weer terug bijgekomen. Dus je gaat met een nieuwe spelersgroep, ga je het nieuwe seizoen in. Nou, dat is hoopvol. Dat begon ook hoopvol. Hè. We trainden beter. Er was in ieder geval meer voetbal op het veld te zien. Ja, en uiteindelijk, de laatste 5-6 weken zie je het gewoon zie je het afkalven en dan zie je het minder worden. Maar waar komt dan de schuldvraag te liggen? Ligt dat bij de trainer of ligt dat bij de spelers? Nou, ik denk dat als je kijkt naar dat als het er intrinsiek in zit bij de spelers, en dat zie je in de eerste weken, en je ziet het de laatste weken, zie je het minder worden. Ja, dan denk ik dat je de trainer wel kan aanrekenen. Nou, op het moment dat je het daarover hebt met elkaar, van joh, hoe zit het nu en wat doen we eraan en hoe kunnen we dit keren? Ja, die verwachting dat we het zouden kunnen omkeren, die was er op het laatste moment. En dan moet je, hoe spijtig het ook is, moet je toch ingrijpen. Maar dan zit daar dus net die interlandperiode tussen en daar is er iets fout gegaan. Nee, want in de interlandperiode daar hebben we juist al die gesprekken gehad met elkaar. We hebben Heracles als laatste. En dat was... Nee, maar ik bedoel de vorige interlandperiode. Want toen kwam je uit een reeks, ik geloof gelijk tegen Excelsior, Twente. PSV verlies je dan, maar het ging op zich redelijk. Er waren ook nog goede wedstrijden tussen. De laatste was Zwolle. Ja. En toen is er iets geknakt? Nou, de echte wedstrijd die we goed gespeeld hebben, waar we dachten, joh, zo willen we spelen, was de wedstrijd tegen PEC Zwolle.
En daarnaast heb je natuurlijk ook, ja, ik moet niet zeggen Excelsior punten te weinig, maar PSV, ja, hadden we ook wel wat anders kunnen doen. Maar ik moet zeggen dat we in die periode, dat in potentie, waren dat wel wedstrijden dat we dachten, nou, het begint eigenlijk te komen. Maar hoe kan dat dan, dat dat opeens omslaat? Ja, dat is ook de voetballerij. Ik denk, als we kijken naar, dat was inderdaad een vorige interlandperiode na PEC Zwolle. We zijn volgens mij hetzelfde blijven doen als de weken daarvoor. Ja, op het moment dat het dan eenmaal niet loopt. Hè, want de eerste wedstrijd die we daarna speelden was Dordrecht. Die we ook gewoon slecht speelden. Maar wel wonnen met een goal in de 88ste minuut, et cetera. Maar ja, Willem II, Spakenburg, Ajax. Dramatisch tegen Heracles. Ja, dat was wel een teken aan de wand. En dan ga je kijken waar het aan ligt. En dat evalueer je natuurlijk over de laatste weken. Ja, dan uiteindelijk rolt dit eruit. Met de kennis van nu, had het wel in de zomer al moeten gebeuren of niet? Nee, absoluut niet. En nu, Erik Hellemons voor de groep, Rob Penders ernaast. Hoe lang? Ja, dat ligt eraan. Ik ben al blij dat die jongens het hebben opgepakt. Hè, want we hebben nog geen andere trainers benaderd. Hè. Het is vanmiddag pas besloten. Om 4:30 bij Nebo hebben we het medegedeeld. Ja, vanmiddag ook gelijk gekeken hoe we dat zouden kunnen opvangen. Nou, Erik en Rob die hebben het opgepakt. En daar ben ik heel blij mee. En nu gaan we kijken welke andere trainers er beschikbaar zijn. En, ja, dan moeten we even kijken. Ja, het NAC-profiel, dat hebben we op zich wel liggen. We zijn het nog aan het fine-tunen en het opstellen. Hm. En dan moeten we trainers gaan benaderen. Ja. Hij traint de C1 nu geloof ik bij NAC, hè? Erik, ja. Ja. Moet u morgen naar de spelersgroep? Ik weet niet of ze dat weten eigenlijk. Maar dan moet u gaan vertellen, jullie krijgen een nieuwe trainer. En die traint nu de C1. Nou, de trainers. Erik heeft zijn A-diploma. Die zat verleden jaar zonder. Die is bij ons binnengekomen als A-trainer. Tenminste als C1-trainer. Maar met zijn A-diploma. En hij weet waar het om draait. Erik heeft ook heel veel wedstrijden gespeeld bij RBC. Weet waar het om gaat. Ja, en morgen staat hij voor de groep. Ja, maar wel een jeugdtrainer. Ik kan me voorstellen dat profs zoiets hebben van, ja, wat maak je ons nou? Moeten we met een trainer van de C1, die daarvoor nog jongetjes van het roken af probeert te houden, die moeten we nu, en daar moeten we dingen van gaan aannemen. Ja, maar daar bagatelliseer je het een beetje mee. Dat is natuurlijk niet zo. Misschien komt het ook, we hebben ook een jeugdige groep, misschien komt het wel goed over. Maar zoals ik Erik ken en zoals ik zie hoe hij traint en hoe hij ook wedstrijden analyseert en hoe hij staat te coachen. Ja, dan denk ik dat er wel een man is die... Ja, deze groep moet niet zich aan de praat krijgen, maar in ieder geval wel duidelijkheid verschaft en aanvallend voetbal wil gaan brengen. En dat dit bij de C1 is, dat maakt mij absoluut niet uit. Laatste, misschien wel een laatste vraag, maar welke trainer wilde bij NAC nu instappen? Heeft u een idee? Absoluut niet, op dit moment niet. We staan er nog helemaal blanco in. Ondertussen komen de eerste mails al binnen, dus kan je nagaan hoe snel dat gaat. We zijn een paar uur na de beslissing eigenlijk. Dus we gaan kijken en ik kan er eigenlijk ook nog geen uitspraak over doen. Nou, laat ik het anders vragen. Welke trainer, welk mail heeft u in de bak belangrijk gezet? Op dit moment? Nou, op dit moment kijken we gewoon alles maar wat er even binnenkomt. Ik denk dat wij niet zozeer moeten kijken wat er bij ons binnenkomt. Ik denk dat wij moeten kijken wie wij graag zouden willen hebben. Dank u.